Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Celtic uit het niets. Kyogo. 1,70 meter, maar koppen kan hij wel. Zijn Japanse landgenoot met de aangever. En hier Taylor. Ja. Celtic dringt aan. Nog niet afgelopen. Nog een schot van Jens. Taylor. Plaswijk kon die bal niet klemmen. Betere periode in elk geval van Celtic, laat dat duidelijk zijn. McGregor. Botsing met Schlager. André Silva ontsnapt. McGregor is zowaar sneller. Maar dan is er nog een Kunku en die gaat nu wel scoren. Jawel, ja, ja. En hier is volgens mij geen drukje aan. En waar Celtic de voorbije 5 minuten kans na kans kon produceren. En misschien ook wel een doelpunt verdiend. En dan worden ze weer koud gepakt. Maar hij tikt die bal gewoon in de loop van een Kunku. En die is wel sneller dan Juranovic. Hij speelt hard en legt beheerst in het hoekje. Knap gedaan, maar het is dan ook een uitstekende speler. Reo. Jota. Goeie voorzet. Goeie kopbal ook alweer van Kyogo. Voor een klein ventje komt hij prima. Hey, ook wel iemand, Marco Rose van de Salzburg, van de Red Bull school, zeg maar. Kyogo, toch maar opletten, want daar is de gelijkmaker van Jota. 2 minuten verder in de tweede helft en Celtic staat opnieuw op gelijke hoogte. Plots sneden ze erdoor als een mes door boter. Stonden ze even te slapen bij Leipzig. Ja. Geen goede deviatie daar. En dan meteen diep. En dan beheerst afgelegd en prima afgewerkt door Jota. Orban door naar Simakam. Nog een keer Werner als aflossingspunt. 1-2 met André Silva, klaarleggen, Sobodai, een Kunku, Sobodai tegen de paal. Werner krijgt de bal terug, geeft hem mee, André Silva, een Kunku en dan Soboslai. Oeh, wat doet Juhau daar? Is dit er ook weer offside? De bal zit er wel in, maar het zou wel eens de derde afgekeurde goal kunnen worden. André Silva gaat toch al maar vieren. Nee, dit is geen buitenspel. Hier gaat de bar niet tussen beide komen. André Silva legt hem netjes in het hoekje.
Nkunku. Je ziet Simakan weer meekomen. En dat is een goede bal voor de Silva. Het is 3-1. Ze hebben twee goals voorsprong. Er 5 gemaakt in totaal. 2 afgekeurd. En dit keer wel een voorzet op maat van Simakan. Het hoeft weinig zijn eigen kans gaan. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.